The preceding video was brought to you by Big Cheese's YouTube channel. Subscribe to Big Cheese VG. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeur is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om de operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt, sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan worden, vrienden. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Oh my. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Excuseer.